grotere terrassen toegestaan, zwembaden weer open en 3 opties voor slingerlandlocatie. Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. Op 30 mei tussen 7 uur 's avonds en middernacht vindt de 3e editie van het Unity.nl Café thuiseditie plaats. Vanuit huis kan er weer live meegedanst en gezongen worden met Nederlandse artiesten. En dit keer komen er 11 artiesten optreden. Het is dan het weekend van Pinksteren. Eigenlijk hebben we iedere keer de laatste zaterdag of laatste zondag van de maand gepakt. En nu gaan we dat eens doen op de laatste zaterdagavond van mei. Iedereen is lekker vrij dat weekend en heeft dan wel zin in een feestje. Zo denken wij. Net zoals de voorgaande keren staan er weer tal van artiesten op de planning. Maar liefst 11 om precies te zijn. Nou, dit keer hebben we 11 artiesten natuurlijk weer van eigen bodem die komen optreden. Dan moet je denken aan Danny Braaf, Lietse Hille, Els Bakker. Uit de regio Leiden hebben we Luciano Vermeer, we hebben Danny Vermeer en Arthur van Stijn en nog vele andere artiesten. Dat er een 3e editie op de planning staat, komt door het aanhoudende succes. Ja, echt super tof. Waanzinnig veel reacties. Dan overdrijf ik niet als ik zeg dat er gewoon misschien wel tussen de 300 en de 400 appjes zijn binnengekomen. En er zijn echt al heel veel mensen die nu ook iedere keer vragen, wanneer komt het Unity.nl Café weer? Wanneer kunnen we elkaar weer op televisie berichtjes gaan sturen? Door de vele en goede reacties is deze 3e editie nu ontstaan. De vraag is, hoeveel edities er nog gaan komen? Nou, dat hangt een beetje van het feit af wat er allemaal gebeurt rondom het coronavirus. Eigenlijk is het een soort thuisblijfeditie. Het liefst zijn we natuurlijk gewoon met het podium bij jou in de buurt of bij een evenement. Ja, dat kan nu even niet, dus zolang dat niet mogelijk is, doen we dat hier in de studio. De live-uitzending vindt dus plaats op 30 mei vanaf 7 uur 's avonds tot middernacht. En kan je volgen via radio, televisie en online bij Unity.nu. De Leidse Vrouwen Top 50 hebben een gedicht gepresenteerd aan de voorzitters van BV Leiden. Het gedicht is speciaal gemaakt om de ondernemers in de Leidse regio een hart onder de riem te steken tijdens de coronatijden. De voorzitters van BV Leiden staan representatief voor alle ondernemers, maar de vrouwen gaan er wel voor zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers het gedicht zelf krijgen. Niet alleen de zorgverleners hebben het zwaar in de coronatijden. De ondernemers vangen aardige klappen op en verdienen ook steun. Om die steun te geven werd maandagmiddag namens de Vrouwen Top 50 van Leiden een gedicht gepresenteerd aan de voorzitters van BV Leiden. Lijmend plakken we ons leven aan elkaar. Elkaar in de ogen kijkend zeggen we, we gingen door een dal. Maar de lijm van de stad plakt weer. Ja, we willen heel graag de ondernemers een hart onder de riem steken. En de gedicht is een manier van, wat we onwijs fijn vinden en mooi vinden om het op deze manier te kunnen doen. Het gedicht is gemaakt voor de ondernemers in Leiden en omstreken. BV Leiden staat representatief voor de ondernemers. We vinden het heel belangrijk om juist die ondernemers te laten zien dat we aan ze denken en dat we aan elkaar denken en dat we met elkaar toch wel wat voor elkaar kunnen krijgen. De voorzitters van de ondernemersvereniging BV Leiden kregen beide een lijst overhandigd met het gedicht erin. Ja, het is heel erg krachtig en ik ben hier heel erg blij mee voor een prachtig gedicht voor alle ondernemers en een ontzettend leuk initiatief. Heel waardevol, dankjewel. Maar jullie hebben nu zelf dit gedicht overhandigd gekregen. Maar wat hebben de ondernemers hier nou aan? Nou, ik denk een hart onder de riem. Marjan heeft er een prachtig gedicht van gemaakt. Ze heeft ook verschillende ondernemers hiervoor geïnterviewd. En ik denk dat iedereen er wel iets in herkent. Het gedicht overhandig aan BV Leiden is nog maar het begin. Het is nu de bedoeling dat de ondernemers in Leiden dit geschenk ook krijgen. Ondernemend Leiden, ondernemers gaan we het gedicht overhandigen. Of digitaal of via gewoon letterlijk door de brievenbus. Met de top 50 gaan we ervoor zorgen dat we onze ondernemers een hart onder de riem kunnen steken op deze manier. Het gemeentebestuur van Voorschoten is bereid horecaondernemers extra terrasruimte te geven op het moment dat de horeca weer open mag. Op die manier moeten horecaondernemers op een rendabele manier open kunnen. Een afvaardiging van de horeca is erover in gesprek met wethouder Paul de Bruin. Kijk, het lijkt me evident dat het nodig is als je kijkt naar de regelgeving die we straks krijgen met de anderhalve meter ertussendoor. Dan vind ik het niet meer dan logisch dat we serieus moeten kijken om de ondernemers wat meer ruimte te geven. Want anders is het gewoon niet rendabel om hun business te draaien. Voor ons is het belangrijk 1. Veiligheid, dus genoeg ruimte tussen de mensen. Maar 2.
dat we ons centrum gewoon levendig houden. En dat levendig houden, dat doen we toch door ook zoveel mogelijk onze ondernemers te helpen, waaronder de horeca. In de Voorstraat bijvoorbeeld is veel horeca te vinden. Dat is niet altijd in harmonie gegaan met de omwonenden. De wethouder is niet bang dat de omwonenden moeite hebben met het tijdelijk vergroten van de terrassen. Nou, ik vind dit een hele andere situatie, want dit gaat natuurlijk over de horeca die er al is. We hebben afgelopen maanden hebben we natuurlijk ontzettend rustige maanden gehad. Maar ik ben ervan overtuigd dat in deze specifieke, toch wel bijzondere situatie, dat we daaruit gaan komen met z'n allen. Ik heb heel veel vertrouwen in de bewoners van Voorschoten en ook de ondernemers en bewoners van de Voorstraat, dat we daar gewoon samen tot een oplossing komen. Kijk, enerzijds willen we wat uitbreiding voor de ondernemers, maar anderzijds gaan we daar ook heel duidelijke afspraken over maken. Want het is maar voor een periode tijdens coronatijd. Daarna gaan ze gewoon weer terug naar de huidige vorm, zodra dat kan. En natuurlijk vragen we dan ook van de ondernemers om een beetje scherp te zijn. Door ook de gasten erop te wijzen op een gegeven moment als het sluitingstijd is, dan ook weg te gaan en een beetje rekening te houden, bijvoorbeeld in het kader van geluidsoverlast met de bewoners. Dus ik denk als we gewoon goede afspraken maken over en weer, dan is daar een hele goede oplossing voor te vinden. En iedereen begrijpt dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is met corona. Midden in het Groene Hart ligt ten zuiden van Zoeterwoude-dorp de grotendeels verlaten bedrijfslocatie van Slingeland Potgrond BV. Sinds jaren is het terrein niet meer in gebruik en wordt vrijwel overgenomen door de natuur. Nu hebben de eigenaar van het stuk grond en de gemeente de handen ineengeslagen om een goede invulling voor het terrein te vinden. Na een onderzoek presenteren ze nu 3 opties. 1 is helemaal op energie gebaseerd, duurzame energie. Dus eigenlijk het hele terrein compleet vol met zonnepanelen. Dus een mooie stroomvoorziening voor een deel van het dorp. De tweede is wonen met zorg. Dus een tiental woningen ongeveer. Grotere woningen, maar met name bedoeld voor zorg voor of kinderen met een handicap bijvoorbeeld, een beperking. Of voor ouderen aan huis, kangeroewoningen en dergelijke. Dus dat is een optie. En de derde is boeiende bedrijvigheid. Dus met name in deze omgeving, een beetje richting ambachtelijke bedrijfjes die laten zien wat er nog gemaakt kan worden. En met name een beetje gericht op deze regio. En dat zijn eigenlijk de 3 opties die we voor dit grote terrein nu bedacht hebben met elkaar. De samenwerking om de juiste invulling van het terrein te bepalen is een samenwerking die de gemeente graag ziet. In deze zin hebben we als gemeente daar echt een meedenkende, faciliterende, ondersteunende rol. En we gaan uiteraard niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer overnemen, want die houdt gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is wat we nu aan het doen zijn, dat de verschillende varianten die net door Ben genoemd zijn, die liggen voor. Er kan online op gereageerd worden. En die participatie is een van de onderdelen in het totale pakketje van voorwaarden waar we gaan bepalen wat de mogelijkheden zijn. We hebben een aantal randvoorwaarden van wat kan sowieso wel en wat kan sowieso niet. We laten de participatie, de input van de omgeving laten we meewegen, de belangen van de ondernemer, maar ook de verschillende belangen van de gemeente. En dan gaan we samen, en dan samen zijn in dit geval de eigenaar en de gemeente, bepalen wat de beste oplossingsrichting gaat worden. En vervolgens gaan we verder kijken hoe we daar een uitwerking aan kunnen geven. Er moet dus online gestemd worden op de 3 opties. Zowel de eigenaar van het stuk grond als de gemeente hebben een voorkeur, maar houden die voor nu nog even geheim. Zwembad De Does in Leiderdorp is vanaf vrijdag weer geopend voor zwemmers. Het personeel is de afgelopen tijd druk bezig geweest alle maatregelen vanwege het coronavirus in te voeren. Het heeft heel lang geduurd voor ons. Een hele hoop medewerkers thuis moeten zitten. Maar aan de andere kant hebben we ook een hele hoop dingen kunnen doen in het zwembad. Heel veel onderhoudsklusjes gedaan, dus we zijn weer helemaal vol goede moed, kunnen we weer starten. Zwembad De Does in Leiderdorp is vanaf vrijdag weer geopend voor zwemmers. Het personeel is de afgelopen tijd druk bezig geweest alle maatregelen vanwege het coronavirus in te voeren. We hebben een hele hoop maatregelen moeten nemen. Chloorwaardes van de baden zijn aangepast. De routing is aangepast. Zo moeten bijvoorbeeld mensen omkleden in het zwembad in plaats van in de kleedhokken. Op de weg terug kan je wel netjes in de kleedhokje omkleden, zodat je niet drijfnat je auto in hoeft. Douchen mag niet. Helaas mogen de douchegebieden nog niet opengooien. Dus dat zou je thuis moeten doen.
De horeca is voor ons nog gesloten. We hopen dat we vanaf 1 juni daar weer een opstart mee kunnen maken. En zo zijn er nog tal van dingen die je tegenkomen onderweg hier in het zwembad. Een hoop maatregelen dus. Nog even alles op een rijtje. We zullen starten met het banenzwemmen en de aquasporten. En dat zal per 25 mei worden uitgebreid met ouderkindzwemmen en alle andere doelgroepactiviteiten. Denk aan swimfit, zwemmen voor mensen met dementie en dat soort dingen. De zwemlessen die zullen wat later starten. Dan gaan we vanaf 2 juni, na de Pinksteren, weer mee aan de gang. En voor alle zwemleskinderen van ons, die horen eind mei hoe wij verder open gaan met de zwemlessen. Op de website van Sportfondsen Leiderdorp staat alles nog een keertje goed uitgelegd. En dan hebben we natuurlijk nog de Unity.nu poll. Iedere week willen we jouw mening weten over zaken uit onze regio. In de poll van afgelopen week vroegen we je: Leiderdorp heeft nog genoeg te winnen wat betreft klachtenafhandeling. Hoe gaat jouw gemeente om met meldingen? Geen idee, ik heb nog nooit wat te melden aan de gemeente, 26%. Goed, de gemeente reageert altijd snel en ik weet welke acties ze ondernemen, zegt 14%. Ook 14% zegt slecht, als ik een melding doe hoor ik niets of te laat. De klacht wordt wel opgelost. En slecht, als ik een melding doe hoor ik niks of te laat en de klacht wordt niet opgelost, zegt 43%. De poll voor aankomende week is: de horeca mag volgende week open. Hoe kijk jij daar tegenaan? Stem mee op onze site unity.nu of stuur een video waarin jij jouw mening geeft. Het kan via social media of mail naar redactie@unity.nu. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio via de app, radio, televisie, website en social media. Nog een heel fijn weekend.